Welkom, dit is het COVID-19 journaal. Een programma waarin u wordt geïnformeerd over zaken rond het coronavirus. Met meer dan 100 lockdown- en samenscholing-overtreders die van straat zijn verwijderd, heeft de politie de handen vol bij het toezien op naleving van de voorzorgsmaatregelen. Deze mensen beseffen onvoldoende dat je houden aan de COVID-19-regels voorkomt dat er meer besmettingen plaatsvinden. Tegen de achtergrond van de toename van de COVID-gevallen hebben we dus die tool die we hebben vanuit het politiehandvest gehanteerd in de afgelopen periode. Namelijk het opbrengen van mensen die zeg maar in het kader van de handhaving van de openbare orde hebben opgebracht tijdens de lockdownuren. Maar ik wil gelijk gebruik maken van dit moment om aan te geven dat wanneer we praten over de COVID-wet, dat we niet per se praten over de lockdown-uren. En als je praat over de gevaren die door de gedragingen van mensen aanwezig zijn, dan praten we juist over de gedragingen die zich overdag manifesteren. En ik wil dus stressen dat de handhaving zich met name overdag ook zullen richten, althans de optredens van de politie zullen zich ook richten op gedragingen die te maken hebben met andere aspecten van de COVID-wet. Ja. Dus het gaat niet alleen over mensen die na 8 uur op straat zijn. Naar mijn mening en naar de informatie zijn de risicogedragingen voornamelijk overdag waar te nemen. De lockdown is dus niet de enige overtreding binnen het kader van de COVID-wetgeving. Dus mensen die geen mondkap op hebben, mensen die onvoldoende afstand houden, mensen die het samenscholingsverbod overtreden, mensen die gaan feesten met mensen meer dan 5, enzovoort, enzovoort. Dat zijn ook gedragingen die strafbaar gesteld zijn. Iedereen gaat op zijn of haar manier om met de angst voor een coronabesmetting en de stress die ermee gepaard gaat. Ook op de werkvloer, op kantoren, in dienstensector, in fabrieken en in winkels. Overal. De winkelier heeft nu ook een extra taak erbij om het virus buiten de deur te houden. De aanpassingen zijn onder meer handsanitatie, tempguns voor het opmeten van de lichaamstemperatuur en het opdoen van een mond- en neusmasker is ook hier verplicht. Bescherm jezelf. Kijk, als je waar je bij de kassa zit en waar mijn situatie is bijvoorbeeld dat mensen gewoon naar binnen mogen lopen. Toch 1 of 2 en zo, want ik heb het ook aangegeven, 2 mensen maximaal in de winkel. Het gaat om de grootte van de winkel, want je hebt grote winkels, supermarkten waarbij zij, ja, ze hebben een betere budget. Dan kunnen ze een security guard betalen. Toch? Anderen hebben een wasbak buiten waar je handen moet wassen voordat je binnenkomt. Dus ik denk dat we alle moeite doen als winkelier om het zo prettig mogelijk, zo aangenaam, zo makkelijk mogelijk te maken voor de consumenten. De consumenten moeten zich sowieso aan de regels houden, 100%. Het zijn minimale eisen, toch? Houdt u zich aan de regels. Wat moet je nog meer doen? Als je op straat gaat, neem je je portemonnee mee, je draagt je schoenen, je draagt alles. Nu moet je ook je mondkap meenemen, toch? Dus het is heel eenvoudig, neem het mee. Het moet een dagelijkse werk zijn van je, dat je dus je mondkap ook met je meeneemt en zo. Die mensen die met de wagens op straat gaan. Ik heb bijvoorbeeld in mijn 2 wagens heb ik allemaal reserve als ik eentje vergeet. In mediabedrijven gelden regels zoals een aangepast rooster, aangepaste werktijden dus, kleinere groepen, geen bezoek of beperkte entree, handhygiëne en in gesloten ruimten zijn mond- en neusbedekking meer verplicht dan gewenst. Radio 10 hanteert alle COVID-maatregelen die door de instanties zijn opgelegd, min of meer. Om te beginnen bij binnenkomst verplicht handen ontsmetten.
En iedereen die binnenkomt moet een mond- en neuskap op. Verder hebben we op de verschillende afdelingen hebben we maatregelen getroffen voor wat betreft personeelsbezetting. We hebben per afdeling eigenlijk maar 1 persoon die werkt per keer. Behalve op de nieuwsdienst, daar mogen maximaal 2 personen werken. De nieuwsdienst is wel veel groter, dus de ruimte is er tussen de personen. Op elke afdeling hebben we ontsmettingsmiddelen voor de apparatuur, voor de tafels en dergelijke. De omroep, elke omroeper heeft zijn eigen windhoes voor de microfoon. En in de omroep zitten we nu eigenlijk de duo-presentaties die we hadden, die zijn eruit. Eén persoon doet maar de uitzending. Bij Radio 10 hebben we, voorlopig mogen er geen bezoekers binnen. Dat hebben we ook op onze Facebookpagina aangegeven. Voor degenen die reclames willen plaatsen, die kunnen dat online doen of telefonisch. Betalingen moeten ook via internetbankieren geschieden. En als het echt niet kan, mogen ze wel langskomen, maar dan wel met inachtneming van de COVID-maatregelen. En dan liefst maar 1 persoon die alles regelt. De inkomsten zijn wat teruggelopen. En dat komt onder andere door eigenlijk alle COVID-maatregelen. Er zijn geen feesten meer, er zijn geen shows meer. De grotere hotelketens die regelmatig activiteiten hadden, zoals een Jacana, Torarica, Marriott, die hebben ook niets meer, of heel weinig. Dus ook die advertenties zijn komen weg te vallen. En eigenlijk ook de bedrijven die te lijden hebben onder de hele COVID-situatie, die minder inkomsten hebben, die gaan uiteraard ook minder adverteren. Door werkers in de horeca zal dit coronajaar niet gemakkelijk vergeten worden. Anders dan toeristen bieden de fijnste hotels van ons land de laatste tijd ook accommodatie aan teruggekeerde landgenoten uit risicolanden om er de 2 weken in verplichte overheidsquarantaine door te brengen. Het COVID-19-journaal nam een kijkje in 1 van de hotels waar personen in quarantaine waren ondergebracht. Sowieso moesten onze procedures veranderen. In de zin van, we moesten procedures maken voor de repatrianten. Dan gaan we uitleggen hoe het aan de slag gaat, toch? Bijvoorbeeld, wij gaan dan eten voor ze regelen. En schone beddengoed en al. Dus dan wat de beste dat we hebben gedaan om te communiceren met de mensen, hebben we een WhatsApp-groep gemaakt. Zodat ieder daarin zijn benodigdheden kon aangeven. Of als er iets mis was. Zo gingen we aan de slag. We hadden ook regels gezet, bijvoorbeeld als eten aankomt, gaan we op de deur aankloppen. Dan dient u 2 minuten te wachten voordat u de deur openmaakt om alles in de kamer te nemen. Qua de personeel, sowieso een paar personeelsleden waren niet eens mee. Bepaalde zijn weggegaan, want ze waren bang voor corona. Maar de rest van ons, we waren wel bereid om te werken. En ook om een hulp te lenen aan de samenleving, want we zetten onszelf ook in gevaar. Maar we waren bereid om het te doen en we hebben het gedaan en het is heel goed afgelopen. We hadden alles gereinigd door het bedrijf. We hadden samengewerkt met het bedrijf Agrofix. En zelf hebben we ook alles ontsmet. Als mensen naar binnen komen, vragen we dat ze met een mondkap naar binnen komen, verplicht. Zolang ze plaats gaan nemen, mogen ze hun mondkap zakken. En gewoon vrij zijn. Maar als ze komen bestellen, dienen ze hun mondkap altijd op te hebben. Maar natuurlijk, luisteren niet te ieder. Soms maken de mensen hun eigen regels. En als we bijvoorbeeld proberen uit te leggen van dat het verplicht is om een mondkap op te hebben of zo, dan mensen worden boos. Vinden dat we asociaal zijn, kijken ons kwaad aan. Dus bepaalde schelden zelfs uit en anderen kijken ons schil aan en al. Elke dag lopen wij ook een risico op. Misschien komt er iemand binnen met corona, dan helpen we die persoon. Kunnen we het zelf ook krijgen, dus. En dat zijn de momenten van superspreading, toch? Als er één persoon daar
positief getest is. Of tenminste het virus met zich meedraagt, maar nog niet getest is, maar wel besmettelijk is. Kijk maar hoeveel mensen eromheen potentieel besmet gaan worden. Want dat gaan we pas na 4, 5, 6 dagen, misschien binnen de 14 dagen, dan gaan we het merken. Ja. Toch? Dus, en heb ik begrafenis genoemd, maar er zijn zo ook andere dingen. Trouwfeesten. Men wil graag dansen, men wil graag alle soort dingen doen. Maar jammer genoeg is het op dit moment niet verantwoord om daar toestemming voor te geven. Dus ik denk dat op je vraag kortweg te antwoorden, ik denk dat wij nog niet zo ver zijn als samenleving om dus toestemming te geven voor hele grote bijeenkomsten. Omdat we vaak genoeg met de beste voornemens de mensen zelf niet in de hand hebben. Wat we leren en weten is dat COVID-19 in ons midden is. De opvang is bijna op zijn piek en er komen soms record aantal nieuwe besmettingen van boven de 100 binnen 24 uur. Hoe stoppen we dit? Door ons simpelweg te houden aan de regels. Was you anu, no moksi nanga trawang sondro wa mondkapje. No gona strati efano defanodu. Zo alleen kunnen we het aantal nieuwe besmettingen omlaag krijgen. Voordat ik u laat gaan vandaag, een big up aan Nacho, het Surinaams nationaal voetbalelftal dat zich zo knap heeft geplaatst voor de CONCACAF Gold Cup. We hebben het nieuws vernomen van de twee Nacho-spelers die positief zijn getest op COVID-19, helaas. Een big up aan coach Dean Goré en zijn boys. En nog een waarschuwing van politiecommissaris Henry Seedorf. Is dat ik een beroep doe op de burgers om zich te houden aan de regels zoals gesteld. Om dus die onaangename ervaring met de politie te vermijden, één. Maar primair om de gezondheid en de veiligheid van anderen niet in gevaar te brengen. En zeker de gezondheid van jezelf niet in gevaar te brengen. Dus ik zou herhalen wanneer ik zou zeggen, hou voldoende afstand, zet een mond- en neuskapje op, was je handen regelmatig, hoewel dat misschien buiten de scope van de strafrechtelijke kant valt. Maar was je handen regelmatig, vermijd samenscholingen, vermijd risicogedrag, de zaken die bekend staan. Dus, en na 8 uur thuis blijven. Na 8 uur thuis blijven. Dat is om zeg maar, het besmettingsgevaar te reduceren.